bij. Kom allemaal op mama. Kom allemaal op mama. We gaan een liedje doen waar we het echt helemaal even mee afsluiten. En nou ja, dat is een liedje, iedereen kent het. Het heet Stand By Me. Ze zei: Maarten, wij verstaan elkaar namelijk heel goed. Ik heb een droom gehad, zei ze. Ja! Ik zei: Roos, wat droomde jij dan? Ze zei: nou, een hele mooie droom. Ik zei: Roos, dan ga ik proberen vanavond jouw droom uit te laten komen. Daar heb ik hun hulp bij nodig, hè? Toch?
Ja. Ik zei, Roos, wat droom je? Ze zei, ik droomde dat we niet in de kade stonden met z'n allen, maar in de Ahoy. Nou, hè? Een beetje fantasie, toch? En op een gegeven moment leek het net alsof er een onhoorbaar bevel klonk en toen deed iedereen zijn linker en zijn rechterhand boven het hoofd en deed er verder niets mee. En vooral het spontane karakter, dat was leuk. Hè? Iedereen. Kijk, Roos, zie je dat? Net anemonen. Dit ziet eruit als een lullige bank overvallen. Maar op een gegeven moment begon men op zijn Ahoyaanse klappen. En iedereen ermee. Ik zei, Roos, dit was het. Nee, zei ze. Op een gegeven moment zong men het volgende liedje. Ik deed één keer voor aan toen jullie. Zullen we het doen? Shut up.